Ik ben Wouter Hamel, singer-songwriter. Ik woon in Utrecht. Ik heb net een nieuwe plaat uitgebracht, Little Torch. En daar ben ik heel blij mee. Vandaag gaan we richting Nijmegen voor mijn tweede release-concert van mijn album Little Torch. Om het aan Nijmegen te laten horen. Hele mooie zaal, de vereniging. Ik heb zelf geen rijbewijs. Ik heb dus ook geen auto. Ik ga meestal gewoon met de trein naar gigs. Vind ik ook heel fijn, want dan kan ik in de trein werken aan nieuwe muziek. Maar vandaag gaan we met de auto. En Lilian zit achter het stuur in deze mooie wagen. Dus dat wordt een fijne trip. Het album is eigenlijk heel lang geleden alweer begonnen. Ik was met mijn vriendje in Florida. En toen zag ik op de kaart een klein eilandje dat heette Little Torch. En dat vond ik zo mooi gegeven. Dan krijg je een hele fantasie over een zeemeermin die in een vuurtoren zit. Maar het heeft ook een mooie verwijzing naar Torch Songs. Oude jazzzangeressen met een parelketting, een mooi opgestoken haar. Peggy Lee, Julie London, allemaal grote sterren uit de jaren 50. Die heel zachtjes, misschien een beetje sentimenteel soms kunnen zingen. Altijd sexy en elegant. En dat zien Amerikanen als torch songs. In 2019 verhuisde ik ook naar Utrecht vanuit Amsterdam. Om hier samen te gaan wonen met mijn vriendje. En hier vlak om de hoek woont een vriendin van mij van het conservatorium. Die zangeres is, maar ook producer. En zij is een echte soundmaker. Dus ze haalt uit allerlei dingen, oude films, oude opnames, had zij samples. Dat was ook de reden dat ik met haar wilde samenwerken. Ze heeft zelf ook eigen platen gemaakt. Hij heeft voor mij een idee dat ik heel erg de goocheldoos opentrek en dan met allemaal samples en zo kom die niemand heeft, bij wijze van spreken. Eigenlijk was er alleen maar zang en er was een melodielijn en tekst. En nou, ben ik gaan bedenken hoe ze het inkleiden, wat voor sound moet het gaan worden voor het album. Omdat de laatste platen best wel pop waren, dat ik dacht van eigenlijk moet hij weer echt als crooner gewoon weer goed op de kaart gezet worden. Gewoon van hij heeft gewoon een hele mooie stem en die moet gewoon veel meer naar voren komen. Het sloot allemaal heel mooi aan bij de sprookjesachtige liedjes die ik aan het schrijven was. Ook soms samen met haar, maar soms ook alleen. En dus het was een hele goede match tussen de sound en de inhoud van de liedjes. Ik denk wat ik heb geleerd van jou, is iets wat ik nooit tegen jou heb gezegd, maar als producer dan, jij werkt heel erg in kleine blokjes van 1 of 2 maten. Ja. Waardoor je dus veel meer verscheidenheid krijgt in het arrangement. In plaats van vermeerderen, wat meer mijn manier is. En ik voel me wel af toen ik op het podium zei van vrouwelijke producers, of mensen dan eigenlijk wel begrijpen wat een producer is. Dat twijfel ik een beetje aan. Ik heb het idee dat dat ouder publiek begrijpt echt niet wat een producer is. Dus misschien moet ik daar vanavond iets anders zeggen dan. Arrangeren, sounds bepalen, mixen. Gewoon eigenlijk het hele audiospectrum bepalen. Misschien moet je hem zo zeggen, die het audiospectrum bepalen. Ja, misschien wel. De architect, de audio-architect. Ja. Ik werd steeds opener over mijn homoseksualiteit, because why the hell not, het is 2022 inmiddels. De reden dat ik er altijd een beetje stil over was daarvoor was denk ik geïnternaliseerde homofobie. Namelijk dat andere mensen tegen me zeiden, heb het daar maar niet over. Je bent toch zanger, het gaat niet over je seksleven of over op wie je verliefd bent. Pas in 2016-17 voelde ik ook echt wel in de gay culture een nieuwe trots, ook online, weet je wel, dat we onszelf konden laten zien en echt gay konden zijn. En het was misschien ook wel de tijd van Sam Smith en er waren steeds meer dingetjes waardoor ik dacht, ga ik het nu gewoon in ieder interview wel het erover hebben. Ik zie het achteraf wel echt als een periode dat ik het ook echt heel overduidelijk wilde maken en ook op het podium vaak wilde zeggen. Ook juist als ik in Korea was of in Japan, waar mensen veel meer moeite hebben om uit de kast te komen. Dus ik denk dat ik het die periode heel erg veel voor heb gehad en nu dacht, op dit album speelt het niet zo'n rol. Ik laat het even, ik zing gewoon wat ik wil zingen. Er zit niet zo'n boodschap achter. Sommige torch songs zijn zeker sentimenteel, melancholisch, over de liefde of over echte ervaringen. Maar heel veel van de liedjes gaan ook over sprookjes, dus over een ontsnapping op een dolfijn of
Dat je hebt gedroomd dat je tussen de reuzen in de wolken aan het spelen was. Dus ik heb me heel veel laten inspireren door Jack and the Beanstalk, Peter Pan. Er is een liedje over Belvedere, wat een heel mooi paleis is in Wenen. En dat scheelt natuurlijk wel als je aan het schrijven bent en je doet je ogen dicht en dan zie je echt het paleis voor je. Dus heel veel is uit mijn duim gezogen. Het heeft een heel rijk spectrum aan sounds, denk ik wel. Ook wel sounds die je misschien niet kan plaatsen. Zeeminachtige koortjes. En echt dat je meegenomen wordt. Ja, het is misschien ook, je moet er echt wel even voor gaan zitten voor het album om te luisteren. Het was een beetje teleurstellend om zo lang te moeten wachten. Maar uiteindelijk, nu is hij er en kan iedereen hem luisteren. Daar ben ik heel blij mee. Just let the music...